gemotoriseerde vervoeruitrusting in dienst op verder verwijderde fronten in talrijke landen is onderworpen aan alle mogelijke werktoestanden. U kent allemaal de gevaarlijkste vijand van een motor. Stop! De plaatsing van de oliefilter heeft de oplossing van het probleem aanzienlijk geholpen. Laat ons deze oliefilter bestuderen en leren wat hij is, wat hij doet en hoe hij het doet. We zullen zo leren waarom de motors van om het even welk type langer weerstaan als ze met een oliefilter uitgerust zijn. We zullen de dienstduur bestuderen van twee militaire voertuigen bij dezelfde condities. Op de motor A wordt de oliefilter regelmatig onderhouden, terwijl hij op de motor B regelmatig verwaarloosd wordt. Van het ogenblik af dat de motor ineengestoken werd, totdat hij als oud ijzer verkocht kan, beslaat het stof zijn eerste slag. Kleine hoeveelheden zand, die voortkomen van de gietvorm, bevinden zich in de stukken. Andere schuurstoffen als harde koolstof, metaaldeeltjes en stof dragen tot de beschadiging van de motor bij. Deze schuurstoffen zullen zich mengen met het gecondenseerde water, roet, loodstof en niet verbrande brandstof, zodat ze een emulsie vormen in de olie. Goede olie wordt hierdoor bedorven. De oliefilters en de zuigerveren worden erdoor verstopt. De klepstangen geraken buiten werking en soms wordt de olietoevoer door de vuiligheid afgesloten, zodat de motor beschadigd wordt. Nieuwe stukken die glad en gepast zijn en maar een geringe speling hebben, zullen er weldra zo uitzien, doordat er schuurstoffen zijn in de verdikte smeerolie die ze vervoert. Een doorsnede van deze militaire motor toont ons hoe de vaste schuurstoffen door de oliefilter uit de smeerolie weggenomen worden. Kleine deeltjes zand en stof, voortkomend uit de lucht, dringen binnen langs de ontluchtingspijp van het krukaskater. Ze dringen ook binnen door de luchttoevoer van de vergassing.